Ter gelegenheid van 155 jaar afschaffing van de slavernij wordt dit jaar in Nederland een Mama Aysa-beeld gemaakt. Dit werd duidelijk tijdens de Suidwatra Alasma, de inwijding van het nieuwe jaar 2018 in Rotterdam. Maar er was natuurlijk meer te beleven op de stoep bij Fred's Cultuurshop. Verslaggever Sam Jones was erbij en maakte het volgende verslag. Dat u bijstaat bij alle dingen die u doet. Dank u. Zorg voor uzelf, iedereen waar u van houdt. Dank u. Alleen maar succes, je hebt een echte gezondheid. Zet even anders wat je jas na. Dit is een reflectie op het oude jaar. En goede afspraken met jezelf maken voor het nieuwe jaar. Het is ons deels afgenomen, maar deels hebben we ook niet eraan gewerkt om het dan terug te halen op het moment dat dat kon. Fred Fiets James probeert met zijn Suidwatra en met zijn Fred Culturu Shop de Afro-Surinaamse cultuur al een aantal jaar nieuw leven in te blazen. Surinaamse ouders brengen hun kinderen en nemen een kijkje in de shop. Zwarte mensen, maar ook een witte man. Je bent op zoek naar iets? Ja, ik ben op zoek naar kruiden en dingen die met de Mama Aysa-figuur te maken hebben. Sinds 2011 ben ik eigenlijk per toeval of misschien ook niet in de Winti terechtgekomen. En dit is eigenlijk onderzoek voor mij. Ik ben kunstenaar. Van Berkum heeft namelijk ook het bekende Cabra-masker gemaakt. Dat Winti-priesteres Markelo gebruikt op speciale gelegenheden. Zoals hier bij de 1 juli herdenking. We moeten niet vergeten dat ook die witte man en die witte vrouw zich steeds doordrongen raakt van wat er is gebeurd 200 jaar geleden, 300 jaar geleden. En als ze zien dat wij vanuit die kracht ook een stukje zelfbehoud hebben, dat we vanuit die kracht weten wat we zijn, dan begrijpen ze dat we in balans zijn met hun. Ze zijn niet meer en niet minder dan ons, we zijn gelijk. Ik had al een paar jaren een opdracht in mijn hoofd van een van mijn voormoeders om iets te doen met cultuureducatie, met geschiedenis en om de culturele traditie weer in te voeren. In navolging van het Cabra-masker, want dat was 150 jaar afschaffing slavernij. In 2018 gaan we vieren 155 jaar afschaffing slavernij. En dan komen we uit met een Mama Aysa. Het is eigenlijk work in progress. Ze heeft haar handen open. Ze neemt en ze geeft. Dat is heel erg belangrijk in ieder geval. Dat je goed voor Mama Aysa zorgt. Want dan zal zij ook goed voor jou zorgen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ben wel Surinaamse, maar ik ben... Ja. Buiten staat de Surinaamse vrouw. Die voor het eerst een Suidwatra gaat nemen. Dan zeggen we de schepper dank. We zeggen God dank voor alle mooie dingen. Die het afgelopen jaar u bereikt. Het is een bron. En als het een bron is van kracht en een bron van inspiratie om te komen tot succes, dan moeten we het gewoon blijven doen. Een kort verslag was dit rond de Suidwatra Alasma in Rotterdam, Nederland. Daar is bekendgemaakt dat dit jaar in Nederland het Mama Aysa-beeld wordt gemaakt. En wel in het kader van 155 jaar afschaffing van de slavernij. Een productie was dit van Sam Jones.